hebben jullie meegevoerd over de rand van het einde van de wereld. Welkom in het labyrinth van de Minotaurus. Een onschuldig kind verwekt door vrouw en stier. Uit schaamte werd hij zonder liefde gevangen gehouden en groeide op tot monster waaraan kinderonschuld werd gevoerd. Hun verloren kinderzielen dolen nu nog rond in dit magische doolhof, samen met alle dromen en herinneringen die zij meebrachten. Kijk, zijn vader was koning Minos van Crete. En hij had gevraagd aan de goden voor een mooi offerbeest wat hij aan Poseidon op kon offeren om zijn koningschap te zegenen. Dus op Crete woont en omringd bij nog water, dan heb je de god van de zee aan je kant. Dus hij kreeg een geweldig grote, gespierde, testosteron gevulde, massale, massief beest van een stier. Om te offeren aan Poseidon. Maar koning Minos vond dit zo'n mooi beest dat hij dacht, die hou ik zelf, de hele oude wereld zal over Creta praten en hierheen komen reizen om dit te zien. Maar koning Minos hoorde het sarcasme niet. Hij was zo blij met zijn stier en dat hij nu gezegend was. Maar Poseidon was ondertussen een ander plannetje aan het spelen. Hij schakelde de hulp in van zijn kleine nichtje, de godin van de liefde. In deze zoektocht gaat iedereen terug naar zijn eigen verhaal. We hebben allemaal wel iets op te biechten. Laat je leiden door de aanwijzingen. Maar pas op voor figuren die je op een dwaalspoor zetten. Is hij een monster? Eventually was slain. Slain by Perseus, the hero from Greece. Vindt hier de droom die verloor toen de wekker ging. Like every makes us human different is because we can take up our entire life history and take up all those memories and bring them into the present in order to aim ourselves into the future. So you becoming wanting to become a better artist as a defining thing. So you three, you just joined my little circle. Are you our Dutch, right? Come on, Nederlands. You. Ga terug naar het moment dat je geboren werd. Ga vooruit en krijg een voorproefje van de toekomst. Er ligt zoveel moois in het verschiet, ongeacht welk pad je kiest. Luister naar jouw innerlijke kind en vind je weg door het labyrinth. Het zal hier niet anders zijn dan het leven zelf en de keuzes die we daarin maken.
Weet jij het moment nog dat je jouw onschuld verloor? Laat een symbolisch offer voor je zonde achter in het labyrint. In ruil daarvoor vind je je kinderlijke vrijheid weer terug. Na je reis door het labyrint begint de rest van je leven. Going to get very lost. Even uitsteken, weet je wel.
broers en zussen. Kan ook een beetje hier kijken hoor. Ja, oké. Mag ik lekker slurpen? Lekker slurpen. En heel erg. Flink fantasie. Ja, dankjewel. Even op je bol kijken. Mag ik even op je controleren? Ja, dankjewel. Kan jij dit even controleren? Snel. Deze. Goedgekeurd. Oké, dan label ik het. Het is persoonlijke formule voor een fijne gezondheid. Dankjewel. Waarom gebruik hem opnieuw? Geef het vooral niet. Ja, je mag door naar de andere. En dan jullie daar heel erg uit, dan moet ik zo bij. Kan je nog even checken voor deze? Vindt hier de kroon van zakje. Je moet het goed bewaren, er heel goed op passen en alleen besteden wanneer jij denkt dat het nodig is. Broers en zussen, ja. Kun jij daar? Nee, ik kan even daar. Deze? Ja.
hiermee krijg jij je onschuld weer terug en bevrijd je ook het innerlijke kind van de Minotaurus. Minotaurus heeft nooit kind mogen zijn. Wat is dit? Maar dit offer helpt. Oh, dit is ook niet meer opgehaald. Je mag gaan, je bent bevrijd door die deur daar. Je kan ook. En jullie? Ik heb een sleutel. Ja, ja. Sorry. Je hebt een sleutel. Heb je gevonden wat je zocht? Of verloren wat je wilde vinden? Is er nog iets dat je mist? Laat het los. Tijd om verder te gaan. Voel je zo vrij als een kind. En laat je verrassen door het leven.